En dan zie ik dat net geen plaats in de bestuiging van de organisatie. Weet je wat geldt om mensen na de medewerking te helpen? Dus die wegpleinen zijn voor een groot deel uitgekleed omdat iedereen is afgesloten en de gemeente veel minder geld krijgen om mensen naar weg te helpen. Ik krijg dan al een mail door, want ik zou me zo kunnen voorstellen dat het heel anders ziet. Kijk, de economie is volgens mij iets waar de overheid niet in de planmatige zin zich mee moet bemoeien. Dat is gebeurd vorige eeuw in een aantal plekken van de wereld. Daar zijn weinig goede resultaten. De planeconomieën zoals we bedacht waren binnen bijvoorbeeld het communisme, waarbij de overheid van bovenaf bedacht hoe die economie eruit moet zien. Namelijk dat er banen gecreëerd worden. En dat moet niet door de overheid worden gedaan. Daar moet de economie voor zorgen en de overheid voor zorgen dat die economie, dat die bedrijven, in staat zijn om ook die banen te krijgen. Want die mensen die zijn er ongelooflijk trots op dat ze ook gewoon een baan hebben in een sociale werkbedrijf. Met een beetje begeleiding van ons allemaal en soms ook een beetje aanvulling op hun loon, omdat ze zelf het tempo niet helemaal bij kunnen benen bij een werkgever. En het grote probleem is, daar hebben wij ook geen enkel waar wij voor hebben gepleit en waar ik ook nu weer opnieuw gepleit, is dat mensen in een normale werkomgeving mee kunnen doen en daar waar ze niet dezelfde opbrengst in werken, je hebt een beetje een rot woord, maar net zoveel kunnen doen in dezelfde 40 of 20 uur of net wat werken dan iemand die helemaal gezond is, dat die mensen een loonsubsidie krijgen, een aanvulling krijgen op hun loon. Ja. Daar zijn wij een groot voorstander van. Maar mensen parkeren in een werkvoorziening, omdat ze toch niet mee kunnen en in de arbeidsmarkt, daar hebben we ons tegen gezet. En wij vinden ook dat bedrijven niet alleen maar mensen in dienst moeten nemen, omdat er gesubsidieerd werk achter zit. Wij vinden dat er voor mensen in bedrijven gewoon plek moet zijn. Maar als je dan de ontslagbescherming ontzettend gaat minimaliseren, dan wordt het alleen maar veel makkelijker om die 50-plussers aan de dijk te zetten. En natuurlijk kun je dan die banen weer opvullen met jonge mensen, gelukkig. En juist hier in Tilburg, waar er zoveel, dit is gewoon een arbeidersstad bij uitstek, hè. Hier hebben mensen met hun handen de boel gewoon opgebouwd. Nog even andere vier kandidaten bij halen. Schuif je even aan. Ik wil even naar zelfrechtsmaakje zorg. Ander thema. De PGB was voor velen de ultieme vorm van zelfredzaamheid. Wat is er nou zelfredzamer dan iemand die op de een of andere manier geboren is met een beperking, of die later in het leven ontstaan is, zelf de keuze te geven hoe hij of zij haar dag in wil richten, wat voor hulp daarbij nodig is, en dat ook in eigen kring in te huren en te regelen. Hoe krijg je nou voor elkaar dat mensen zelf een regie houden over de zorg die ze nodig hebben? En natuurlijk kunnen we de lofzang met elkaar heffen over het PGB, maar we moeten niet wegwassen met elkaar dat geleid heeft tot een veel groter beroep op die PGB's. Het is heel fijn dat er mensen zijn die dat via een persoonsgebonden budget kunnen, maar het zou de norm moeten zijn in de zorg. Dus wat de PGB heeft gedaan, is eigenlijk blootleggen dat de reguliere zorg ernstig tekort schiet. En ik zou echt willen dat we de komende 4 jaar een slag maken in het PGB niet afschaffen, maar misschien wel overbodig maken. En we vinden ook, we hadden het net over regionalisering, wij zouden ook willen dat die zorg rondom zo'n patiënt ook weer dichter bij huis komt te liggen. Dat zo'n patiënt weer de eigen regie kan gaan voeren. De PGB is daar heel belangrijk voor. We trekken daar dus ook extra geld voor uit. Want wat u doet, is de hele AWZ overheven naar de gemeente en daarmee vervalt de gemeente het recht op het persoonsgebonden budget, zoals waar u zich nu tegen verzet heeft, is gebeurd. Wij zijn liberaler dan de VVD en D66 samen. Wij zijn voor een minimale staat, we zijn voor een nachtwaardige staat, minder regels, minder belasting, meer vrijheid. Wij zijn de enige partij waar je zelf je standpunten kunt bepalen. En waar wij... Ja, zeker. En waar wij de standpunten die door leden ingebracht worden, voorleggen naar andere leden en alleen maar daarmee naar buiten gaan als er gewoon draagvlak van is. Ik ben namelijk gelift van mijn woonplaats Utrecht naar dwars door Europa, naar de andere kant van Europa. Naar de rivier de Bosporus, die topografisch gezien Europa scheidt van Azië. Istanbul, de stad in Turkije. En ik ben niet zomaar gelift. Ik ben gelift met een caravan, zonder een auto.
mensen zijn altijd geneigd te denken in hokjes. Man, vrouw, hoog opgeleid, laag opgeleid, nationaliteit. Hoe kijkt u en uw partij in dat licht aan tegen de Europese samenwerking, in het licht van je hebt anderen nodig om verder te komen? Zo'n trekhaak, dat is zo'n mooie metafoor voor Europa, als ik het zo mag uitdrukken. En wat is kunst en cultuur toch ook belangrijk? Even een hakkenkreet van mijn kant, dat kunnen we niet missen. En we staan nu in een koptempel ook in. Als het alleen nog maar gaat over de munt en over de financiële crisis en het gaat alleen nog maar over de economie. En we vergeten heel erg het sociale aspect. De mensen, de bescherming van de zwakkeren, maar ook de mogelijkheden die je hebt. Hè, met wat je bijvoorbeeld ziet aan reizen, andere culturen ontmoeten. En ook het milieu. Terwijl je juist voor je verantwoordelijkheid moet staan. En juist deel moet nemen aan het Brusselse proces. Wat je ziet gebeuren is dat met name het afgelopen kabinet, dan in de Kamer zijn ze heel erg kritisch. En dan in Brussel ja, uiteindelijk toch akkoord moest gaan. Want als je telkens maar je regelt, dan sta je op een gegeven moment buiten spel. En dat is heel erg gevaarlijk. Nederland is echt van de onderhandelingstafel eigenlijk weggelopen. Terwijl we ooit aan tafel zaten als een soort spinnend web. En daar hadden we een veel grotere invloed. Het is nu alleen maar interne markt, vrij vervoer van goederen en van personen. Maar laten we nou eens afspreken dat ieder land een sociaal minimum vaststelt. En dat in de Verenigd Koninkrijk een ander is dan in Roemenië, dat is logisch. Nou, ik denk dat onze partij als eerste heeft komen zeggen dat Europa nog niet af is. Wij zijn de eerste partij die erop heeft gehamerd dat het Europees Parlement veel te weinig bevoegdheden heeft. Wij zijn de partij die erop hamert dat je de voorzitter van de Europese Commissie zelf zou moeten kiezen. Wij willen dat je individuele commissarissen naar huis zou moeten kunnen sturen. En de vraag is niet zozeer, heeft Europa Nederland nodig? Nee, heeft Nederland Europa nodig? En wij hebben Europa hartstikke nodig. Europa is essentieel. Zonder Europa kan Nederland helemaal niet verder. Dat moeten we ook eerlijk durven te zeggen. En alle